Hierachter zie je de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe snelweg, de A16, tussen het Terbrechtseplein en de A13 bij Overschie. De omwonenden hier langs de Rotte en verderop in Ommoord, die worden al maandenlang horendol van het lawaai dat het veroorzaakt. Dit geluid dat begint om 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Dat betekent dus dat jij eigenlijk met van die lekkere gehoorkappen op in huis moet gaan rondlopen. Ik kan niet normaal een muziekje draaien binnen, gesprek voeren als die heel hard gaat. Het is eigenlijk niet vol te houden. Het is, ik noem het gewoon martelen. Het grootste probleem is het slaan van de damwanden voor het bouwen van de tunnel onder de Rotte door. In eerste instantie zouden ze die damwanden in de grond drukken. Alleen ze kregen die damwanden niet diep genoeg. En nu zijn ze die damwanden aan het trillen. En dat maakt heel veel lawaai. Ons is beloofd dat Rijkswaterstaat zou kiezen voor een geluidsarme manier. En namelijk het indrukken van de damwanden. En ze zijn gaan, gelijk bij het eerste stukje al, hebben ze gekozen voor intrillen. Dus die belofte uit 2018 is helemaal niet nagekomen. Dat lukte niet, vonden ze zelf ook heel vervelend, maar ze kregen de damwanden niet diep genoeg. Nee, maar dat is bij een heel klein stukje maar. Hè. Dat is maar bij 500 meter, over 3 plekken verdeeld. En dus overige 6.500 meter, hebben ze dus ingetrild. Terwijl ze dat in dat veengebied ook hadden kunnen drukken. De omwonenden hebben al meerdere keren aangeklopt bij Rijkswaterstaat en de bouwers van de nieuwe snelweg. Maar buiten een luisterend oor krijgen ze niet veel voor elkaar. Dus ja, en daar zitten we nu al meer dan een jaar in dadelijk. Het is vanaf april vorig jaar, hè. En het is elke keer weer hetzelfde liedje. En we krijgen nergens geen gehoor. Iedereen die duikt weg. Nu hebben ze onlangs een gesprek gehad met de verkeerswethouder van Rotterdam. En wie weet, zet dat iets in beweging. En er is nu zelfs sprake van een soort hoes om de hele stelling heen. Waardoor het geluid dus niet meer weerkaatst wordt, maar gewoon in die hoes blijft. Dat zou nog veel mooier zijn. En dat zou voor de bewoners een hele opluchting zijn? Dat zou een enorme opluchting zijn. Het kan niet zonder geluid, dat weten wij ook. Maar niet met 108 decibel meer. Dat hoeft niet. Dat is nergens voor nodig. Dit geluidsscherm is onlangs geplaatst en volgens Rijkswaterstaat levert dat ook een positief effect op. Verder gaan ze kijken wat er nog meer mogelijk is. Het intrillen van de damwanden gaat nog 4 maanden duren.